Dus je hebt slim en dom geld. En slim geld, nou, dat is onder meer private equity, de grote pensioenfonds, et cetera, de institutionele beleggen. Maar kun je natuurlijk één keer raden wie dom geld is. Natuurlijk mensen zoals ik, kleutjes, plootjes, volk. Geef maar een fraaie term. Wat is er slim aan private equity? Want we kennen inmiddels ook uit het verleden voldoende voorbeelden waaruit blijkt dat het helemaal niet positief hoeft uit te pakken voor een bedrijf. Nee, ze zijn natuurlijk niet perfect, zoals niemand op deze wereld. Maar het gelden natuurlijk wel als hele slimme rekenmeesters. Het is natuurlijk allemaal van hun eigen geld. Hè? Dat is natuurlijk een heel verschil. Dus ik vind het zelf een heel verschil of private equity een overnamebod doet. Deels met hun eigen geld. Of een CEO met een veel te groot ego. Die meent dat hij zijn naam in de geschiedenis moet bijschrijven. Daar zijn nog veel meer voorbeelden van. Zeker ook in Nederland. Maar als deze slimme rekenmeesters toch overgaan tot koop. Ondanks dat die beurs zo hoog en duur is. Dan is die beurs dus misschien helemaal niet zo hoog en duur. Over de beurs zelf kun je discussiëren. Maar ze zien in ieder geval wel heel veel waarde in Refresco. En ga je naar de huidige cijfers van Refresco kijken. Nou, ik denk dat is best een duur aandeel. Maar ze hebben een mooie overname gemaakt. En even voor de mensen die niet weten. Refresco is een bottelaar. Die doen alles in blikjes, pakjes, flessen. Weet ik veel wat. Maakt niet uit wat voor merk. Dus wat dat betreft vind ik het een mooi bedrijf. Ze hebben altijd business, want ja, over 100 jaar zullen we ook nog wel frisdrank drinken, et cetera. Maar maakt het die investeerders wat uit? Want Pai zit volgens mij ook achter bijvoorbeeld Roompot. Nee, ja, dat is heel iets anders. Dus dat kan gewoon prima. Als je naar hun portefeuille kijkt, ze doen in alles waar ze maar geld in zien. En in ieder geval, zij zien heel veel geld in Refresco. En eigenlijk beleggen ze zelf ook wel een beetje. Ik vind het zelf ook een beetje jammer dat het nu van de beurs gaat verdwijnen. Mooie Amerikaanse overname gedaan. Ze doen eindelijk wat ze beloofd hebben. Groeien sinds ze op de beurs zitten. Ja, en nu gaan ze eraf. Dan nog even iets voor de echte kenners. Want Pai biedt dus €20 per aandeel. Maar op de borden staat dan weer 19,75. Hoe is dat kleine marginale verschil dan toch wel te verklaren? Dat is eigenlijk heel ordinair. Het is gewoon inpakken en wegwezen. Het kan echt nog maanden duren voordat je die €20 van Pai Partners, als je je aandelen houdt, op je rekening krijgt. En veel beleggers denken van, nou, ik lap het nu al aan, die 1%, wat is het, die laat ik zitten. Kan ik mijn geld ergens anders gaan inzetten? Ja, anders is het toch een beetje dood geld. Dus dat is puur praktisch. Het is nu woensdag, wij kijken ook uit naar de dag van morgen. Dan is het namelijk super donderdag. Ja, heerlijk ronkende terf, zelf bedacht. Oh, oké, okay, dan laat dan maar zitten. Nee, maar het is echt zo.